In september 1944 werd onze streek bevrijd. Na lange en moeilijke jaren mochten onze mensen terugproeven van de vrede. Er was uitzinnige vreugde en vooral immense dankbaarheid naar onze bevrijders toe. Het is dit intens dankbaar zijn dat ons ertoe gebracht heeft ons sinds 1946 op de tweede zondag van september een herdenkingsplechtigheid te houden voor onze bevrijders. Sindsdien houdt ons vorstenhuis de mooie traditie in eer om een vertegenwoordiger van zijn majesteit de koning naar deze plechtigheid af te vaardigen. Zo, uit ons vorstenhuis, dank en waardering tegenover het Canadese, het Poolse en het Britse volk, maar vooral tegenover alle soldaten die hier in Adichem de eeuw gerust gevonden hebben. Meneer de vertegenwoordiger van zijn majesteit de koning, wilt u onze bijzondere blijken van erkentelijkheid overbrengen aan zijn majesteit koning Philip en haar majesteit koningin Mathilde. De recente beelden uit Ypres tonen ons hoe ons vorstenpaar betrokken blijft bij de vele herdenkingsplechtigheden. Hun aanwezigheid, hun actieve deelname bewijst dat zij de vrede als basis voor een stabiel staatsbestel willen nastreven. Met jong en oud, met woorden en met muziek tonen ook wij, hier, op deze serene militaire begraafplaats, aan dat wij nooit of te nimmer het offer van al diegenen die voor onze vrijheid gestreden hebben en daar wij zelf het leven gelaten hebben, zullen vergeten. Geachte prominenten, dames en heren. Deze jaarlijkse hulde is een vorm van respect voor hen die ervoor gezorgd hebben dat we hier in Flanders Fields sinds meer dan 70 jaar in vrede mogen leven. Deze hulde is een bijzonder waardevol en doet ons nadenken over hoe we in de hedendaagse tijd elkaar beter kunnen leren begrijpen, zowel lokaal als mondiaal. Want er gaat geen dag voorbij of de woorden oorlog, nucleaire aanval, dreiging, terroristische uitspraken en daden komen op een of andere manier in de media. De beelden van de slachtoffers en het trauma, dat blijft bij ons nazinderen. En mede daardoor wordt steeds vaker door velen nooit meer oorlog gescandeerd. Dit uitroepen geeft slechts zin als we iedere dag opnieuw werken aan de harmonie tussen verschillende culturen en dit met wederzijds respect. Dan pas kunnen we een samenleving opbouwen waar het mogelijk is om allen samen in goede verstandhouding te leven, waar wij, en vooral de generatie na ons, onze toekomst, vredevol samen zijn zonder oorlogsdreiging kunnen blijven garanderen. Hier midden in deze witte grafstenen voelen wij ook heel sterk aan hoeveel leed een oorlog met zich mee kan brengen. Hier vertelt ieder granieten steen zijn eigen verhaal van uiteengerukte families en onschuldige slachtoffers. Menselijke tragedie die steeds voortvloeit uit een oorlog. Ook nu nog. Deze bladzijde uit de geschiedenis mogen we nooit vergeten. Maar we proberen om samen met jongeren deze bladzijde bespreekbaar te maken. En om te slaan naar een nieuwe tijd waarin het bewaken en behouden van vrede een dagdagelijks werkwoord is. Daarom worden onze kinderen, de komende generaties, bij deze plechtigheid betrokken, zodat de continuïteit gegarandeerd wordt. Onze dankbaarheid en erkentelijkheid tegenover Canada, Polen, Groot-Brittannië en de geallieerde naties is zeer groot. Onuitwisbaar, onomkeerbaar, zeg maar voor altijd. Ik wil hierbij aansluiten ook vandaag in uw talrijke aanwezigheid een hartelijk woord van dank uitspreken ten naam van de Commonwealth War Commission, die van deze begraafplaats een prachtige groene oase van rust maakt.